Dit is Femke de Koning van marketinghandjes.com. Vandaag ga ik je laten zien hoe je de URL van je Facebook bedrijfspagina aan kunt passen. Nou, zo'n URL is vaak uh, iets als uh, https://www.facebook.com/ en dan volgt er een naam. Nou, vandaag ga ik je laten zien hoe je die naam aan kunt passen. En dat kun je doen als je naar jouw bedrijfspagina gaat. Dan zie je aan de linkerzijde zie je een menu en als het goed is staat daarin info. Nou, daar klik je dan op en zie je dat er een nieuw schermpje op uh, komt. Nou, en dan kun je, zie je hier de algemene gegevens van, uh, van je pagina, hè, zoals jij die uh, ooit hebt ingevoerd, zeg maar. Nou, sta je nou voor je wil die URL aanpassen. Nou, dan uh, ga je zeg maar de gebruikersnaam ga je aanpassen. Dus dan klik je hier op dat knopje hierachter op bewerken. Klik je op. En dan zie je hier je huidige gebruikersnaam. Nou, mocht je ooit uh, een Facebook bedrijfspagina hebben aangemaakt. En ja, dat eigenlijk in het begin niet zo goed weten hoe het allemaal uh, werkte. Dan kun je wel hebben dat Facebook daar een hele rare naam heeft neergezet. Met uh, gekke getallen in. Of. Ja, en nou van niet iets wat je eigenlijk graag zou willen gebruiken in je marketing. Dus ja, zorg eigenlijk altijd dat de naam van je pagina, maar ook de gebruikersnaam, hè, dus dan zie je hier Ad Marketing handjes, nou, het liefste altijd gewoon jouw bedrijfsnaam is. Dat is dan het meest herkenbaar voor jouw klanten en ook voor jouw volgers. Nou, mocht je die naam uh, toch aan gaan passen, dan kun je dat hier doen. Dus uh, je, via het linker menu info, en dan kom je in dit uh, schermpje, zeg maar. Nou, hier kun je dus een nieuwe naam intikken. Je klikt op gebruikersnaam maken en dan is die in principe aangepast. Dan hoef je verder niets meer te doen. Dus dat is vrij makkelijk. Um, realiseer je wel dat als je die naam aan gaat passen, dat dus ook de URL die, waar jouw bedrijfspagina eerst onder stond, dus je oude gebruikersnaam eigenlijk. Dat, die, um, ja, dat dat niet meer gaat werken. Dus dat betekent dat de links die je op dat moment gedeeld hebt vanaf die oude pagina, of mensen die naar jou gelinkt hebben, dat die jouw pagina niet meer kunnen vinden. En dat komt gewoon omdat de URL, dus de locatie van je pagina, eigenlijk veranderd is, omdat je een andere naam hebt gegeven. Dus denk vooraf even goed na of het slim is om uh, dit aan te passen. Kijk, als jouw pagina heel goed uh, loopt, je hebt uh, best wel veel volgers opgebouwd, je hebt goede interactie, nou, dan kan het zo zijn dat je soms een naam hebt waar je misschien niet, he niet helemaal tevreden mee bent. Maar ja, vraag je dan wel af of het slim is om het aan te gaan passen, omdat dat betekent dat uh, dat misschien oude links dus gewoon niet meer werken hè, en ja, jouw pagina ook gewoon dan niet meer vindbaar is. Dus ja, denk even goed over na. En als je het aan gaat passen, zorg dan dat je vooraf even nadenkt over drie alternatieven voor jouw gebruikersnaam. Want het kan natuurlijk gewoon zijn dat die naam al in gebruik is. Ik had een klant laatst waarvoor ik ook de Facebook marketing deed. En um, nou, zij had nog geen bedrijfspagina op Facebook. Dus die wilden uh, wilde we graag aanmaken voor haar. Nou goed, haar bedrijfsnaam was een, uh, een Engelstalige naam. En ja, helaas waren er meerdere bedrijven die die naam. Um, ...gebruikten, zeg maar, waardoor ze eigenlijk de bedrijfsnaam niet meer uh, kon gebruiken of niet meer kon claimen, zeg maar. Nou, dat betekent dan dus dat je met je alternatieven aan de slag moet. En, uh, dat kan vaak, uh, kun je daar nog wel je bedrijfsnaam in verwerken, hoor. Dus, uh, maar probeer het wel uh, ja, zo dicht mogelijk bij je bedrijfsnaam te houden, dat het wel herkenbaar wordt... Stel je voor dat jouw bedrijfsnaam of je merknaam beschermd is, hè? dus dat wil zeggen dat het echt een beschermd merk is: dat je dat ook vast hebt gelegd bij het merkenbureau. Nou, dan kan het wel eens zijn dat je uh, toch die naam kunt claimen. En uh, daarvoor moet je wel contact opnemen met Facebook. Het is geen garantie dat het lukt. Maar omdat je je naam gewoon ja, eigenlijk zeg maar wettelijk beschermd hebt. Um, mag, mag iemand anders eigenlijk niet zomaar die naam gebruiken. Dus dat zijn nog wel mogelijkheden. En dat kan natuurlijk alleen maar als je ja, je naam al hebt vastgelegd. En iemand anders die naam nou gebruikt. Dus je kunt niet, nu niet zeg maar nu gaan vastleggen. En dan claimen van ja maar die naam. Die heb ik geclaimd, dus die kan ik nu ook gebruiken voor mijn Facebookpagina. Zo werkt dat juist niet. Dus um, ja, denk goed na als je de naam aanpast. Want ook je linkjes werken dus niet meer vanaf je oude pagina. Dus um, ja, ik hoop uh, dat je deze uitleg uh, handig vond. Als je dat uh, vond en je vond het leuk, geef dan even een duimpje omhoog. En dan uh, zie ik je graag de volgende keer bij de volgende uitleg. Doei!